Hey, Lindert hier. Alvast bedankt voor te kijken. Vorige keer was ik naar hier vertrokken. Naar British Columbia in Canada. En daar bevind ik mij nu op onbekend terrein. We zijn onderweg naar... Whistler! Yay! Een leuk weetje. Whistler is een stadje in het midden van de bergen. En de hoogste berg daar is 2436 meter hoog. In 2010 werden hier de Olympische Winterspelen gehouden. En momenteel kunt je nog altijd sporen zien van die Olympische Winterspelen. En het stadje op zich lijkt echt rechtstreeks uit een tekenfilm geplukt. Maar eigenlijk wouden we niet alleen de stad zien. We zijn nu iets buiten Whistler op zoek naar verlaten treinen die hier ergens in het bos zouden liggen. Ik ben benieuwd, want ik vind zo'n dingen heel leuk. Kort intermezzo. Spoorlopen, dat mag niet. Maar dit is een verlaten spoor, dus wij zijn wel braaf. En hoe komt die een trein terecht in het bos? Dat is ongeveer zo gegaan. Het is niet helemaal hetzelfde gegaan, maar ongeveer. Hè. En zo is hij dus ergens in het bos beland. Hè? Maar die treinen waren wel echt heel goed verstopt, want we moesten heel lang zoeken. Gevonden! En zo spontaan! Na ons bezoek aan de treinen gingen we naar een wel heel speciaal dorpje. Ik ben nu in Clinton, D.C., een dorp waar de tijd precies is blijven stilstaan. Dat lijkt echt zo rechtstreeks uit een cowboyfilm gehaald. Heel deze dorp. Prachtig. Allee, ik vind het wel tof. Ik ga de video hier stoppen voor er doden, of zelfs erger, gewonden vallen. Nog een kleine conclusie over British Columbia in Canada. Het is super mooi, maar ook het is super ver. Maar in elk geval, het was de moeite. Bedankt voor het kijken en tot ziens. Einde video, vriendelijk groet, Lindert. Dit was de laatste video van Canada. En als jullie de twee vorige nog niet hebben gezien, ze staan nu op het scherm. Dus jullie weten wat te doen.